Het weer heeft in 2022 meerdere keren het nieuws gehaald. Extreme droogte, recordhoeveelheden zon, meerdere tornado's en zelfs een vulkaanuitbarsting aan de andere kant van de wereld die zo krachtig was dat die bij ons nog te meten was. In dit weerjaaroverzicht blikken we terug op de meest in het oog springende weerfenomenen van 2022. Nederland werd dit jaar dus meerdere keren opgeschrikt door noodweer. Op 20 mei trokken zware onweersbuien over de omgeving van het Limburgse Beek. Er waren veel schademeldingen, waarschijnlijk veroorzaakt door een lichte tornado. Voor de hele provincie Limburg werd code oranje afgegeven. En niet alleen in Beek kwam het tot een lichte tornado, ook Zierikzee werd getroffen door een tornado. Die tornado is door veel verschillende mensen vastgelegd. Het betrof relatief gezien een zwakke tornado. Maar helaas waren er door het natuurgeweld toch een dode en meerdere gewonden te betreuren. In een straat waar de tornado doorheen trok, werden daken van huizen zwaar beschadigd. Tornado's kunnen de meest hevige windsnelheden produceren, maar ze zijn relatief klein en kort van duur. Stormen zijn grootschaliger en houden het ook nog eens langer vol. Eind februari hadden we het met een heuse drielingstorm te maken. In een tijdbestek van 5 dagen raasden er 3 stormen over ons land. Dudley, Eunice en Franklin. En Eunice was bij uitstek de zwaarste van de 3. En door het KNMI werd deze storm in de top 3 zwaarste stormen gezet sinds 1970. Eunice was een langdurige storm die op 21 februari van zuidwest naar noord over land trok en het 11 uur volhield. Voor de storm en zeer zware windstoten werd code rood afgegeven. Op het KNMI-station Cabauw in Utrecht werd een windstoot van 145 km per uur gemeten. Een unicum zover landinwaarts. 4 mensen lieten het leven door het natuurgeweld. En het Verbond van Verzekeraars schatte de schade van de 3 stormen op ruim 500 miljoen euro. Dat stormen elkaar opvolgen, dat is niet zo heel erg vreemd. En tweelingstormen komen ook wat vaker voor. Drielingstormen daarentegen zijn een stuk unieker. De laatste keer dat dat in Nederland gebeurde, moeten we terug naar 1928. Iets anders dat 2022 kenmerkte was hitte en droogte. De zon kon vaak ongehinderd schijnen en dat leverde al begin november een record hoeveelheid zonuren op. Inmiddels is het aantal zonuren opgelopen naar 2200 uur. En daarmee is het record van 2003 van bijna 2100 uur ruim verpulverd. Veel zon, nauwelijks neerslag en hoge temperaturen. Het waren de ingrediënten van deze zomer. Van 9 tot 16 augustus leverde dat een landelijke hittegolf op met 5 tropische dagen. Augustus leverde nog een record op in de beeld. Iedere dag van de maand kwam de temperatuur boven de 20 graden uit. Door de hoge temperaturen en het gebrek aan neerslag kreeg Nederland te maken met extreme droogte. En niet alleen in eigen land, in grote delen van het zuiden en westen van Europa waren dezelfde weersomstandigheden aanwezig. En daardoor zakte het waterpeil van de grote rivieren naar een dieptepunt. In de Rijn bij Lobith werd zelfs de laagste waterstand ooit gemeten. Omdat zowel de lente als de zomer zeer droog verliepen, ging het neerslagtekort hard omhoog. De piek van 318 mm viel op 5 september. Nog nooit is het zo droog geweest deze eeuw. Door de aanhoudende extreme droogte moest de overheid allerlei maatregelen nemen om het water zo goed mogelijk te verdelen en de verzilting tegen te gaan. De regels hadden grote gevolgen voor onder andere de boeren die met sproeiverboden te maken kregen. En binnenscheepvaart die met omleidingen en vaarverboden werd geconfronteerd. De meteorologische seizoenen beginnen altijd op de eerste dag van de maand en duren precies 3 maanden. Zo kan je makkelijk verschillende seizoenen en jaren met elkaar vergelijken. De winter waar we het dus nu over hebben loopt van 1 december 2021 tot 1 maart 2022. En die winter die verliep bijzonder zacht,
Alle maanden waren zachter dan gebruikelijk. Winterse omstandigheden waren er nauwelijks. Alleen in december waren er nog wat winterse speldenprikjes. Rond de kerstdagen werden er zelfs wat ijsdagen genoteerd in delen van het land. Tot sneeuw kwam het niet echt. Wel was er 3 keer een code oranje vanwege ijzel. Op 23 en 27 december werd het in het noorden en oosten spekglad en waren er veel ongelukken. Van sneeuw en natuurijs was dus geen sprake in Nederland. Maar toch is er nog wel iets bijzonders te melden over die winterperiode in Nederland. In Tonga barstte op 15 januari een enorme vulkaan uit, die tot ver in de stratosfeer reikte. De vulkaanuitbarsting zorgde ook voor een enorme schokgolf, die onder andere in Nederland op de barometers was te zien, in de vorm van een korte druktoename. Samenvattend was 2022 dus recordzonnig en ook recorddroog. Die flinke hoeveelheid zonneschijn in combinatie met een toename aan verdamping zal de komende decennia nog vaker voor dit soort droge zomers gaan zorgen. En dat is een beeld wat past bij klimaatverandering wat onverminderd doorgaat. Voor nu wensen wij van Weerplaza jullie een heel fijn, gelukkig en gezond 2023. Cheers!